Welkom bij Nieuw Wie is Wie. Vandaag ben ik hier met Martijn. Stel je even voor. Ik ben Martijn Schor. Ik ben ook nog geen Hendrik de Hombal. Ik ben net 23 jaar, sinds een paar weken. Alsnog een feestje natuurlijk. Ja, dankjewel. En ik werk bij een veilig voelje in Hendrik de Hombal. En wat doe je bij ons? Ik werk op de afdeling planning. Dus ik eigenlijk en een paar collega's van mij zorgen de hele dag voor je dat uiteindelijk alle monteurs bezig zijn. Dus jij houdt een beetje aan het werk? Klopt, ja. En wat doe je graag als je niet aan het werk bent? Nou, wat ik eigenlijk het allerleukste vind is vooral feesten en zijn met vrienden. Gewoon leuke dingen doen uiteindelijk in het weekend. Want ja, je leeft niet alleen maar op te werken natuurlijk. Zeker waar. Dus ja. En naar wat voor feesten ga je zo? Normaal gesproken ga ik naar vrij veel feesten. Vooral in het festivalseizoen. In de zomer ben ik op heel veel festivals te winnen normaal. Want dat vind ik echt geweldig. Lekker zonnetje. Ja. En dan gewoon lekker inderdaad met een zonnetje en drankje erbij. En dan een lekker feestje bouwen eigenlijk met z'n allen. Heerlijk. Gezelligheid. En hoe heb je dat afgelopen zomer gecompenseerd? Ja, je mag het zeggen inderdaad niet eigenlijk. Want ja, festivals zijn er eigenlijk amper tot niet. En veel minder. Dus wat we vooral hebben gedaan is in de zomer mocht je wel iets meer dan nu. Is af en toe een feestje met een paar vrienden. Maar ja, wel beperkt. Ja. Want ja, je mocht vaak een mannetje of 10. Eigenlijk max. Klopt. En voor de rest mocht je helemaal niks. Nee. Dus ja, datzelfde als nu in de winter ook. Ja, er zijn wat een man of 4, 5 vaak max. Ja, en voor de rest mag je niet. Je moet je aan de regels houden zoals heel Nederland klopt. Doet. Dus zo gaat het nu eigenlijk. En heb je daar andere alternatieven voor gevonden? Nee. Nee, wat we nu vooral doen is dan wat potje gamen met een paar gasten en wat drinken. Ja. Maar wat ik zeg, een feestje, dat kan gewoon niet. Want ja, in deze coronatijd zal je toch aan de rails moeten houden. Zeker waar. Maar game is ook leuk natuurlijk. Helemaal mee. En is ook wel eens goed voor je. Precies. Een beetje rustig aan. Ja. En hoe raakt corona jou? Nou, corona raakt mij natuurlijk met de feesten. Want ja, helaas natuurlijk wat er eerder aangaf, is dat gewoon niet mogelijk in deze tijd. Nee. Dus ja, wat ik wel uiteraard doe, is af en toe met een paar vrienden afspreken ook aangaf. En dan bijvoorbeeld een potje gamen. Of opruimen, want in deze tijd heb je zo'n goed alternatief. Zeker weten. In deze tijd heb je echt veel tijd over. Dus af en toe doe ik ook wel opruimen thuis. Ja, om gewoon een beetje bezig te blijven. Ja. En dan daarnaast ook nog af en toe hardlopen in de avonden. Om ook een beetje sportief bezig te zijn. En voor de rest is het beperkt. Want ja, je kan gewoon niet zoveel. Je bent wel echt een feestbeest, zo te horen. Maar dat is inderdaad zeker waar, ja, wat ik zeg. Dus ik mis inderdaad wel echt heel erg het feest, ja. Dat is echt jammer. Aangezien je echt een feestbeest bent, Martijn, heb ik nog even een dilemma voor je. Oeh, wat zou je doen? De 11e van elke maand gaat er een confetti kanon in je huis af. Ja. Of in de rij voor de kast moet je altijd een polonaise beginnen. Je vraagt me er eens, hè? Oh, nou, hè? Even denken hoor. Uiteindelijk zou ik toch voor de polonaise gaan denken. Ja? Zou je altijd een polonaise beginnen in de serieus? Een confetti kanon in je huis? Nee, dat zie ik echt niet zitten. Nee. Nee. Helemaal niet elke maand? Nee. Ja, dan kan je een beetje de polonaise doen, toch? Ja. Ja. Wel altijd gezellig als je in de supermarkt bent. Zeker weten, en heb je geen rotzooi. Klopt. Martijn, welke collega zou je dan wat beter willen leren kennen? Dat is een goeie. Diederik haal ik wel. Eén moment, ik roep hem maar even. Ja. Hey, Diet! Eén vraagje. Zou jij volgende week eigenlijk in het filmpje willen zitten? Ja, is goed. Geregeld. Top!